Een prullenbak gekocht, gevonden. Ja, waanzinnig blij mee. Nou, hij is van RVS, zoals je waarschijnlijk al kan zien. Hij is een beetje ovaal van afmeting. Dat is wel aan de andere kant ook wel makkelijk, want dan kan je ook makkelijk tegen ergens tegen de achterkant aangezet worden. Is ook wat minder breed. Deze is 50 liter. Wordt door Cool Cooking in samenwerking met Nine Stars gemaakt. Nine Stars komt geloof ik uit Amerika. Worden geloof ik al misschien wel 5-6 jaar lang al in Amerika gemaakt en verkocht op Amazon, eBay, etc. Goede reviews, gemiddeld 4 van de 5 sterren. En wat is nou de grap van het ding? Hij gaat automatisch. Dus als je een hygiënefreak bent of je kookt veel. Daar zit mijn keuken. Ik maak daar dingen klaar. Ik heb 2 handen vol met afval. Moet je weer de prullenbak openen. En dit ding gaat eigenlijk uit zichzelf. Zonder aan te raken. Open. Je loopt weg. Dicht. Fuck. Relaxed. Makkelijk. Nog een keer. Ga erboven. Je loopt weg naar de keuken. Ga meteen weer door. Het is natuurlijk ook zo, als je nou een tijdje langer bezig bent, dan ben je natuurlijk bezig met afval erin te gooien, et cetera. En omdat hier zeg maar een infrarood sensor op zit, dan blijft hij eigenlijk zeg maar de hele tijd open. Totdat je klaar bent en dan loop je natuurlijk gewoon weer weg. En dan gaat hij als het goed is dadelijk weer dicht. Zit er volgens mij ook nog, weet ik wel zeker, zit er ook nog knopjes op. Dus je kunt hem ook nog echt op open neerzetten. En dan blijft hij automatisch gewoon open en dan moet je er zo even op close drukken om hem weer dicht te doen. En vervolgens werkt hij weer zoals hij daarvoor eigenlijk deed. Wat ook wel handig is om te weten, als je de deksel eraf haalt, dan dat ga ik even doen. Dan zie je eigenlijk aan de onderkant hoe het werkt. Er zit een soort aan- en uitknop in. Daar zitten 2 batterijen en aan de andere kant zitten 2 batterijen. En ik leg deze even op zijn kop. En wat ik ook wel handig vind, had ik ook nog nooit gezien, is dat de vuilniszak klemt eigenlijk in een soort ring. Dus je hebt eigenlijk een hele simpele ring. Daar doe je de vuilniszak even omheen. En vervolgens doe je hem gewoon terug. Dan klemt hij meteen eigenlijk vast. En als je de prullenbak deksel er zo overheen zet, dan zie je tenminste ook niet de vuilniszak onder de rand verschijnen. Dus dat helemaal goed. Met kinderen erbij, ja, te geestig voor worden. We hebben hem natuurlijk niet aangezet. Waarom werkt hij niet? Natuurlijk nog wel even aanzetten en dan gaat hij weer 50 liter, super efficiënt, omdat hij ik kan er gewoon waanzinnig veel in doen en kun je hem toch nog gewoon dicht doen. Dus wij denken dat binnen nu en 5 jaar loopt iedereen denk ik volgens mij met een sensor prullenbak. Hopelijk natuurlijk die van ons, maar zo niet, dan boeit het ook niet. Wij vonden het in ieder geval geweldig om te zien dat het gewoon werkt en top.